Welkom bij deze video, superleuk dat je weer kijkt. Wil je nou een nieuwe hengel gaan aanschaffen, dan kan het wel eens zijn dat je een beetje overweldigend raakt door het aanbod wat er zowel in de winkel te krijgen is. Om jou nou te helpen en juist keuze te maken, gaan we een serie korte video's opnemen waarbij we per techniek en per vissoort gaan uitleggen wat nou voor jou de meest geschikte hengel is. We gaan vandaag de snoekbaarshengels en de baarshengels uitlichten. Stay tuned, ik ga er zo meer over vertellen. Nou, wat is nou belangrijk als je die winkel binnenstapt en je zoekt een baars- of snoekbaarshengel? Er zijn eigenlijk drie aspecten waar je op moet gaan letten. Dat is eigenlijk de lengte van die hengel, het werpgewicht van die hengel en de actie van de hengel. Baars- en snoekbaarsvissen kan je echt op heel veel manieren doen. Er zijn echt tal van technieken om deze roofvisserij te beoefenen. De keuze van de techniek die is bepalend voor de hengelkeuze die je maakt. Nou, de eerste techniek die ik graag wil uitlichten, dat is het verticaal vissen. Verticaal vissen is een enorm populaire techniek bij het bootvisserij op baars en snoekbaars met name. Nou, wat zijn nou een paar belangrijke aspecten als ik die winkel inloop en ik zoek een goede verticale hengel? Wat zijn nou de eigenschappen van een goede verticale hengel? Om daarmee te beginnen pakken we eigenlijk weer die drie aspecten erbij die we gebruiken als korte handleiding. Dus het is lengte, daar gaan we op gaan letten, werpgewicht gaan we op letten en de actie van de hengel. Om te beginnen bij de lengte, een verticale hengel moet vooral niet te lang zijn. Kies deze hengel met een lengte van pak een beetje 1,80 meter tot circa 2 meter. Waarom? Verticale hengel moet gewoon snel zijn, het moet gevoelig zijn. Je vist heel dicht bij de boot eigenlijk. Je wil een beetje in de draaicirkel van die boot zitten. Daarbij is het heel makkelijk dat je hengel niet te lang is. Het moet gewoon lekker snel en gevoelig zijn. Dus 1,80 meter, 2 meter is gewoon een hele prettige lengte om te gebruiken. Qua werpgewicht pak je de verticale hengel meestal variërend van 10 tot 25 en 10 tot 28 gram. Dus zeg maar pak een beetje even tussen de 10 en de 30 gram. Want dat zijn vaak de gewichtjes die je minimaal en maximaal gebruikt. Dus je kan je voorstellen als je bijvoorbeeld een shedje pakt, dan richt je daar een 14 gram slootkopje op of een 18 gram slootkopje op. Nou, tel daar nog een shedje bij op en je zit al gauw aan 20 gram. Dus dan zit je eigenlijk met zo'n hengel in de werpgewicht tussen de 10 en de 28 of 30 gram zit je eigenlijk goed. Qua actie, ik heb het net al even kort benoemd, het moet snel zijn en vooral heel erg gevoelig zijn. We hebben een korte hengel en de verticaal hengel is vooral een hele strakke hengel. Dus er moet een gevoelig topje op zitten, dat moet ook niet te strak zijn, dat moet een beetje door kunnen buigen. Dus op het moment dat jij jouw shedje op de bodem landt, of de bodem landt, op de bodem zet, dan moet je topje een klein beetje meebuigen, zodat je heel goed voelt wat je aan het doen bent. Maar de hengel moet natuurlijk ook goed gevoelig zijn om een aanbeet te registreren. Dus je hengel moet vooral lekker strak zijn. Hij moet een goede ruggengraat zijn. Ook als je een grote snoekbaars, een dikke 80 of 90 eraan krijgt. Dat je ook met zo'n korte hengel goed uit de voeten kan en gewoon die vis gecontroleerd kan afdrillen. Nou, dan kan je bij de verticale hengels kan je ook nog kiezen uit een versie voor een conventionele molen of voor een baitcaster. De keuze daarop die is eigenlijk een klein beetje persoonlijk. Maar stel dat je nou zelf stuurt vanuit de boot, dan ben je eigenlijk vaak met één hand ben je bezig aan het sturen. En dan is het heel prettig om bijvoorbeeld een baitcaster te gebruiken, omdat je die gewoon kan gebruiken met één hand. Dus als je bijvoorbeeld zelf stuurt, dan is bijvoorbeeld vissen met een reeltje heel prettig bij het verticale. Nou, vind jij het prettig om met een molen te vissen of zit jij bijvoorbeeld als opstapper erbij in de boot, dan heb je gewoon lekker twee handen ter beschikking. Kan je gewoon lekker een molentje erop zetten. Vis ook gewoon heel erg lekker. Tevens het extra voordeel van het vissen met een molentje met verticale is dat het setje ligt vaak net even wat lekkerder in balans. Je kan het lekker heel de dag onder je arm laten hangen. Vis wel fijn als je zeker heel de dag zo'n hengel in je handen hebt. Dus dat is een keuze die je eventueel zelf kan maken. Dan heb je ook nog de optie om een of een tweedelige hengel te kiezen. Wij bijvoorbeeld in de Spectres hebben we ook één- en tweedelige hengels verkrijgbaar. Voordeel van een eendelige hengel is dat hij vaak net wat lichter is en vaak net wat gevoeliger is. Het nadeel is transportlengte. Heb je bijvoorbeeld maar een kleine auto en is het lastig om een eendelige hengel mee te nemen, kies dan vooral lekker voor een tweedelige hengel. De volgende techniek die ik onder de loep ga nemen is het werpend vissen met sheds, ook wel jiggen genoemd, met een shedje en een loodkopje daarin. Ook daarbij weer de belangrijke drie stijlregels die we in acht gaan nemen. Dus dat is het werpgewicht van de hengel, de lengte van de hengel en de actie van de hengel.
Nou, te beginnen met de lengte van een hengel. Waar gaan we op letten als we die winkel binnenlopen? En we zoeken een mooie hengel om te jiggen met shedse vissen vanaf de kant. Lengte die we daarvoor gebruiken is zeg maar tussen de 2,40 meter en de 3 meter. Vis je vanuit de boot, dan ben je in de regel beter af met een iets kortere lengte. Dus pak een beetje 2,40, 2,50 meter. Bied je meer dan genoeg lengte om gewoon lekker comfortabel vanuit de boot te kunnen vissen. Vis je nou vanaf de kant, dan kan het ooit heel prettig zijn om een net iets langere hengel te gebruiken. Is een beetje afhankelijk van je persoonlijke voorkeur. Maar vanaf de kant gebruik je in de regel hengels die beginnen bij 2,40 meter oplopend tot 2,90 à 3 meter. Nou, gaan we naar het werpgewicht kijken van deze hengels, dan zou je kunnen stellen dat een werpgewicht van pak een beetje 7 tot 30 gram ideaal is voor visserij met shedjes op basis snoekbaars. Het is natuurlijk best een breed werpgewicht, maar dat hangt een klein beetje af van de omstandigheden waar je vist. Seizoen waarin je vist, of je op stromend water vist of op diep water bijvoorbeeld. Vis je nou bijvoorbeeld in de zomer op een ondiepe water, pak dan bijvoorbeeld een wat lager werpgewicht. Dus pak een beetje 7 tot 15 à 20 gram. Ga je bijvoorbeeld naar stromend water vissen of water waar wat dieper is. Probeer hem dan een beetje naar boven af te schalen. Dus pak dan gewoon een iets zwaardere hengel. Dus denk dan bijvoorbeeld aan 7 tot en met 25 à 7 tot en met 30 gram. Gaan we naar de actie kijken voor deze hengels, voor het vissen met softbeetjes met een jigkop. Dan moet het een hengel zijn die niet te hard is. Dus jij vist met relatief lage gewichtjes, maar je wilt toch een mooie afstand kunnen gooien. Dus je wil een hengel hebben die gewoon een mooi, waar je een mooi sweep effect mee kan creëren. Dus het is belangrijk dat die hengel in het midden vooral een mooie buigzame actie heeft. Daarbij is van belang dat de top super gevoelig is. Je moet je voorstellen, als jij aan het jiggen bent of het vissen bent met een shedje, dan op het moment dat jouw shedje terugvalt op de bodem, dan wil jij gewoon kunnen voelen dat jouw shedje op de bodem landt. Dus het topje moet niet te stug zijn. Dus er moet gewoon een heel mooi, subtiel, zacht topje op zitten. Dat je iedere oneffenheid onder water kan voelen, maar ook iedere aanbeet natuurlijk kan registreren. En wat natuurlijk heel belangrijk is, hè, ik zei net, blank moet niet te hard zijn, hè, om die shedjes mooi weg te kunnen zetten, maar hij moet wel voldoende power hebben om die haak te kunnen zetten bij een aanbeet. Zo'n snoekbaars of zo'n baars heeft natuurlijk best een harde bek. En je kan je voorstellen, als die vis aanbijt op 15 of 20 meter afstand, dan moet jij wel die haak natuurlijk in die mond kunnen krijgen. Dus, en je moet natuurlijk die vis gewoon prettig kunnen afdredden. Dus je moet gewoon een lekkere parabolische blank hebben, maar wel met voldoende ruggengraat om die haak te kunnen zetten en om die vis fatsoenlijk af te kunnen dredden. De volgende techniek die ik graag met jullie wil doornemen is de finesse techniek. Een beetje een allesomvattend woord, wat houdt dat nou precies in, hè, dat finesse vissen? Daar kan je eigenlijk verschillende technieken onder scharen. Denk daarbij bijvoorbeeld het vissen aan netrig, denk daarbij aan het vissen met Carolina rig, Texas rig, dropshot. Maar ook bijvoorbeeld het vissen met plugjes, dus het twitchbait vissen onder andere, wat heel erg populair is. Kan je eigenlijk allemaal scharen onder die finesse technieken. Nou, welke hengels hebben we daar nou voor nodig? Gaan we weer een drie-stappenplan gaan we daarbij weer hanteren. Dus dan de lengte, actie van de hengel en werpgewicht. Nou, welke lengte heb je nou nodig voor die finesse visserijen? In de regel kan je stellen dat een lengte van pak een beetje 2 meter oplopen tot 2,40 meter een ideale lengte is voor diverse finesse visserijen. 2 meter hengeltje bijvoorbeeld, dat gebruik je bij het vissen met twitch of crankbait bijvoorbeeld. Dus dat is een actieve techniek waarbij je dus heel veel tikjes vanuit de pols moet geven. Dus een actieve, hele actieve visserij. Daarbij is gewoon een iets korter, sneller hengeltje gewoon heel erg prettig om te gebruiken. Nou, wanneer denk je nou bijvoorbeeld aan die 2,40 meter, dus die wat iets langere lengte voor die finesse visserijen. Ga je bijvoorbeeld met Carolina rig vissen, dropshotten en wil je gewoon iets meer lengte kunnen overbruggen, dan is gewoon een 2,40 meter gewoon iets prettigere lengte om te gebruiken. Gaan we naar de actie kijken van die finesse hengels, dan kunnen we eigenlijk stellen dat bij de visserij bijvoorbeeld met Carolina rig, met Texas rig, met dropshot, dat je een hengel moet hebben met een ontzettend gevoelige top. Vooral dat is echt het allerbelangrijkste bij het kiezen van de juiste finesse hengel voor die techniek. Dus de topje moet echt gewoon ontzettend gevoelig zijn. Dus dat moet best wel zacht zijn. Hè? Dus je kan je voorstellen, als je bijvoorbeeld een dropshotter bent of je met een Carolina rig aan het vissen, is heel belangrijk dat je die bodemstructuur voelt. Hè? Dus ben je bijvoorbeeld op een mosselplaat aangekomen met jouw gewichtje, dan moet je dat gewoon feilloos kunnen registreren met jouw top.
Maar ook de aanbeet natuurlijk, want baarzen en ook snoekbaarzen kunnen gewoon heel picky zijn. Die kunnen heel voorzichtig jouw aas oppakken. Daarbij is gewoon van belang dat je dat gewoon heel goed registreert. Dus een hele gevoelige top is daarbij heel belangrijk. Kies die hengel ook vooral niet te zwaar. Hè? Dus dat moet gewoon een mooi snelle hengel zijn, een gevoelige hengel. Maar met een mooie parabolische actie, zodat je gewoon de haak prettig kan zetten en die vis gewoon op een prettige manier kan afdrillen. Nou, qua werpgewicht, finesse visserij, hè, dat is natuurlijk een hele lichte visserij, subtiele visserij, vissen we vooral niet te zwaar. Dus gaan we bijvoorbeeld dropshotten, Carolina vissen, vissen we in de regel met gewichtjes variërend van 5 tot 10 à 14 gram ongeveer. Dus hè, pak je bijvoorbeeld deze Spect Finesse hengel, deze heeft een werpgewicht van 5 tot 14 gram. Dat is een ideaal hengeltje om lekker mee te dropshotten. Carolina visserij, maar ook mooi bijvoorbeeld om in een subtiel netrichtje te vissen. Prettige werpgewicht voor die visserij. Je zou bijvoorbeeld ook nog net even een stapje zwaarder kunnen gaan. Dus vis jij bijvoorbeeld op een water met iets meer diepgang bijvoorbeeld, of wil je net iets even wat meer werpbereik, dan zou je bijvoorbeeld kunnen gaan voor een werpgewicht van 7 tot 21 gram. Ook een heel prettig hengeltje om daarvoor te gebruiken. Ook bijvoorbeeld om met lichte jichtjes etcetera aan de gang te gaan. Ga je dan met de twitchbait aan de gang, dan mag het even net wat meer zijn. Dus we hadden net hengeltjes 5 tot 14 gram, 7 tot 21 gram. Voor het vissen met een twitchbait zou ik net even een stapje hoger gaan. Dus denk daarbij aan een werpgewicht variërend van 10 tot pak een beetje 30 gram. Hè. Dus bijvoorbeeld in de Spectre range kom je dan uit bij 10 tot 28 gram. Dat is eigenlijk een prima werpgewicht voor de visserij met twitchbaits. Nou, naast al dat kunstaasgeweld wat we zojuist besproken hebben, is er ook nog een techniek die je met aasvisjes kan doen. He, dus, dat is de visserij met een penhengel bijvoorbeeld, of penvissen. Daar hebben we een hele mooie hengel voor in het assortiment, in dit geval een Rich Classics Float. Daar gaan we het stapplan weer bij hanteren, dus de lengte, actie en het werpgewicht. Nou, lengte heb ik al een klein beetje verraden, ik zei het net al. Rich Classics Float, 2,75 meter is deze. Dus qua lengte zit je met een penhengel in een goede richting. Dus pak een beetje 2,70 tot 3 meter. Dat is gewoon een hele prettige lengte om te gebruiken voor het visserij met een pennetje op snoekbaars. Qua werpgewicht 10 tot 40 gram is deze hengel. En qua actie, een penhengel is gewoon parabolisch. Die moet gewoon zacht zijn, die moet gewoon lekker kunnen buigen. En waarom is die hengel nou zo zacht? Hè? Je vist met een aasvisje, dood aasvisje is vaak zacht. Hè? Op het moment dat je die haak door het bekje haalt. Dus die moeten vooral niet afvallen. Dus daarvoor gebruik je een zachtere hengel. Het deze biedt ook gewoon een hele prettige krachtoverbreng. Op het moment dat jij zijn snoekbaars aanslaat, draait jouw lijntje strak. Op het moment dat die dopper zo wegloopt, heel spannend moment natuurlijk. Dan sla je natuurlijk best wel fanatiek aan. Nou, vis je dan met een te harde hengel, dan kan het zijn dat er iets kapot gaat. Dus daarbij is een wat zachtere hengel heel erg prettig. En tevens biedt het ook nog eens heel erg mooi drillplezier. Hopelijk geeft deze video je iets meer duidelijkheid bij het kiezen van jouw volgende baars- of snoekbaarshengel. Mocht je nou nog vragen hebben naar aanleiding van deze video, stel ze gerust. Ik wil je bedanken voor het kijken en tot de volgende keer.